Lieve God, ik wil tot u bidden. Maar eigenlijk, Heer, wil ik ook iets vragen vandaag. Mag dat? Maar natuurlijk. Heer, wilt u beloven dat u niet boos wordt? Ik beloof het. Oké. Heer, ik wil u vragen waarom vandaag... Alles ging mis vandaag. Het was zo'n moeilijke dag. Waarom liet u dat toch gebeuren? Wat bedoel je? Nou, vanmorgen begon het gelijk al. Ik sliep door mijn wekker. En ik weet gewoon, ik kan nu echt niet te laat komen op mijn werk. En dus ik haaste snel. En naar de auto. Ik stap in de auto, moest nog krabben ook. En hij startte niet gelijk. Dus ik kwam gewoon een half uur te laat, Heer. En toen? Nou, het was natuurlijk smoor druk, moest de tijd inhalen. En ik dacht mezelf, we leven lekker te tractreren met de lunch. Dus ik bestel een lunch bij het restaurantje verderop. Hebben ze het verkeerde klaar liggen voor me? Moest ik nog langer wachten? Het zat gewoon zo tegen. Nou ja, oké. Gewacht op de lunch. Verder gegaan en mijn werk afgemaakt. Nou ja, eindelijk alles in de tas. Veel te laat natuurlijk. Snel een maaltijdsalade gekocht. En ik zou naar huis. Alles ingepakt. Gaat de telefoon. Nou, alles weer uitpakken. Telefoon pakken. Dus ik neem op. Telefoon uit. Heb ik weer. Echt dat soort dingetjes. Het zat gewoon echt niet lekker. Nou ja, ik kom thuis. En ik denk, nou ga ik gewoon rusten. Nou ga ik gewoon op de bank zitten met mijn voeten in het nieuwe massageapparaat. Dus ik zit er helemaal klaar voor. En ik doe hem aan. Stekker erin. Knopje indrukken. Doet hij het niet? Nou, toen kon je mij echt wel opvegen. Waarom moet ik me zo voelen op zo'n dag, Heer? Waarom nou? Nou, vanochtend stond de doodsengel bij je bed. Ik heb toen een van mijn engelen gestuurd om met hem te vechten voor je leven. Ik heb jou daar doorheen laten slapen. Oh? Ik liet je auto niet starten omdat er een dronken bestuurder aankwam. Als je auto het wel had gedaan, had hij je aangereden. Oké. Je eerste lunch werd gemaakt door iemand die ziek aan het worden was. En ik wilde niet dat jij ook ziek werd. Ik weet dat je geen werkdagen kan missen nu. Ik snap het. Je telefoon viel uit omdat de persoon aan de telefoon je kwaad wilde doen. Hij wilde de woorden die je zou zeggen verdraaien. Ik wilde je dat niet aandoen. Oh mijn God. Oh ja, en dat massageapparaat, die was niet helemaal goed. Als hij wel goed zou zijn, dan zou de elektriciteit eruit zijn geklapt. En ik denk niet dat jij de hele avond in een donker huis had willen zitten. Nee, heer. Oh, het spijt me zo. Sorry. Je hoeft geen sorry te zeggen. Leer om mij nog meer te vertrouwen. In goede en in slechte dagen. Twijfel niet aan mijn plan voor je dag. Want het is altijd beter dan het plan dat je zelf hebt. Heere God, ik zal proberen om dat te leren. Ik zal proberen om u nog meer te vertrouwen. Op uw plan. Om daar mijn hart naar uit te laten gaan, Heer. Sorry. En nog bedankt voor vandaag. Graag gedaan, mijn kind. Ik hou ervan om voor mijn kinderen te zorgen. Jezus, vol liefde, u wilt ons.
Er was een broeder die bij binnenkomst mij toevertrouwde. Nou Wouter, je maakt het je vanmorgen wel heel erg gemakkelijk. Nou, dat was dus voor het dramastuk. Lieve mensen, ik wil graag beginnen met een moment van stilte. Waarin we stil willen staan bij alles wat God had willen geven, maar waar wij nooit om gevraagd hebben. Alle problemen die God had willen oplossen, maar die we nooit uit handen hebben gegeven. Alle zorgen die God wou overnemen, maar die wij niet konden loslaten. Kortom, een moment voor alle gebeden die God wel wou verhoren, maar die wij nooit hebben gebeden. Amen. Want wat een zonde is dat. Als je nadenkt over je eigen leven. Wat God allemaal had willen doen. Maar wat je nooit aan hem hebt toevertrouwd. Weet je, als je het leven van Jezus leest, dan lees je daar best wel een paar keer in dat hij gefrustreerd is. Dat hij ervan baalt hoe het gaat. En dat maakt hij dan kenbaar. Dat heeft hij zelfs met zijn eigen leerlingen. En dat maakt hij dan kenbaar door te zeggen: begrijpen jullie het nou nog niet? Nou, ik heb een paar van zijn uitspraken, zijn verontwaardigingen op een rijtje gezet. Hier, check dit. Jezus zei: begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Matteüs 15. Een andere: hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over het brood had? Matteüs 16. Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Markus 4. Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Markus 7. Begrijpen jullie het dan nog niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Markus 8. Of zoals de Statenvertaling uit 1637 dit vers vertaalt: bemerkt gij nog niet? Verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verhardend hart? Als je zo'n lijstje ziet, en voor mijzelf vind ik dat altijd een heerlijke correctie op die geitenwolle sokken Jezus, waar velen van ons misschien zijn opgevoed. Die altijd lief is, altijd zoet, altijd aardig, vol verdraagzaamheid, etc. Nou, ik denk op deze momenten, als Jezus een herderstaf had, dat hij dit ermee had gedaan. Want je merkt gewoon dat Jezus ook op sommige momenten teleurgesteld was. En wellicht verbeelden we ons dat de discipelen laag opgeleid waren. Het waren maar wat vissers, simpele mensen, snel afgeleid. En hebben we heel erg traag van begrip, joh, die mensen. Maar je voelt hem al, zijn wij zoveel beter dan? Weten wij het zoveel beter dan die discipelen? Doen wij het zoveel beter dan hen? Jezus die hield een keer een bergrede. En voor sommigen is dat misschien bekend, Matteüs 5 tot en met 7. Dat Jezus de berg op gaat en een toespraak houdt. En tijdens die toespraak zegt hij belangrijke woorden. Hij zegt: vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven geven, hoeveel te meer zal jullie Vader in hemel, die goed is, dan ook het goede geven aan wie daarom vragen. En mijn conclusie is, ik gok dat niemand van ons beter is dan die discipelen. Misschien als wij toen hadden meegelopen, had Jezus zich ook zo gefrustreerd over ons. Want wij kennen die tekst waarschijnlijk wel die ik net heb gelezen. Maar ook toen we dat stille moment hielden, wisten we allemaal wel, er zijn problemen die ik niet aan hem heb toevertrouwd. Er zijn zorgen die ik maar niet kon loslaten. Er zijn situaties in mijn leven geweest waarin ik niet aan de Heer heb gevraagd om leiding, om hulp. En dan kan het zijn, wellicht concluderen we met elkaar hier vanmorgen, dat jij ook in je leven momenten hebt gehad waarop je maar niet meer ging bidden. En dat kan twee oorzaken hebben. Het is of laksheid, dat je gewoon te lui bent. En dat vergelijk ik dan met dat ik opgegroeid ben met altijd te bidden voor ik ging slapen. En ik laatst merkte dat ik dat gewoon vergat een paar weken lang. Ik dacht van, hey, bid ik nog wel voordat ik ga slapen? Nou is dat ook zo'n lastige fase, want soms val je in slaap terwijl je bidt. En dat soort situaties die misschien niet onherkenbaar zijn. Dus het kan met laksheid te maken hebben. Maar ook met cynisme. Als jij in je leven dingen hebt meegemaakt waardoor je denkt, weet je, het heeft helemaal geen nut, joh. Als alles waar ik voor heb gebeden, op mijn knieën heb gelegen en ik heb gekeken wat het resultaat is, het doet er helemaal niet toe. Er was een broeder die me vertelde dat zijn moeder borstkanker kreeg toen hij 14 was. Oudste van 4. Het was zorgelijk. Dus je bent bang. En toen kwamen er 4 oudsten uit de kerk. En die oudsten die knielden bij het bed van zijn moeder. En ze baden voor genezing. En hij dacht toen als naïeve jongen van 14, nu komt het goed. Maar het kwam niet goed. Zijn moeder stierf. En dan breekt er iets. Dan is er iets van vertrouwen en verwachting wat je hebt gehad, wat niet is uitgekomen. Nou ja, er is meer gebeurd in zijn leven, maar hij zegt, ik bid niet meer. Het kan dat je in je leven zoveel hebt meegemaakt, dat je tot de conclusie komt, ik bid niet meer. Dat je cynisch bent geworden. Dat God ver weg lijkt en de hemel van koper. Nou, ik weet niet hoe je hier zit, ik weet niet wat je hebt meegemaakt. Misschien heb je nog nooit gebeden in je leven. Misschien bid je al elke dag je leven lang. Misschien ben je daar nog maar net mee begonnen. Maar ik wil jullie oproepen vanmorgen om niet de moed te laten zakken. En hoe wil ik dat doen? Door met jullie stil te staan bij het onverhoorde gebed van Jezus. Dat gebeurde in Gethsemane. Toen Jezus erachter kwam wat zijn roeping was, en dat is een opmerkelijk proces als je daarover nadenkt. Hij leefde eigenlijk om te sterven. En tijdens zijn leven, als kind weet je dat niet, maar wordt hij zich bewust en komt hij erachter dat het zijn roeping is om het offer te brengen voor alle mensen. En als hij erachter komt, dat is een proces zoals ik zei, maar op een dag, dat staat er dan zo mooi, dan is hij ervan overtuigd, dit moet ik doen. Dit is mijn roeping. En ik ga ervoor. En dat staat bijvoorbeeld zo mooi in Lucas 9 vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dat is mooi. Maar Jezus was ook mens. En op sommige momenten sloeg de twijfel toe. En het grootste moment wat we daarvan kennen is Gethsemane. En ik denk dan, als er één iemand het recht had om bij zijn vader aan te kloppen. Als er één iemand bevoegd was om op knieën te gaan en tot zijn vader te spreken. En te pleiten voor zijn eigen zaak. Dan was het Jezus.
Want was het niet Jezus zelf die net daarvoor nog had onderwezen aan de mensen? Vraag en je zult krijgen. Zoek en je zult vinden, klop en de deur zal open gedaan worden. Nou, deze zoon vraagt op dit moment. En hij had gezegd, als je een brood vraagt, dan geef je hem geen steen. Dat gaan we lezen uit Lucas 22. Jezus ging de stad uit. En hij ging naar de Olijfberg zoals altijd. Wat een mooie zin is dat. En de leerlingen gingen met hem mee. En toen ze op de berg waren, zei Jezus, bid om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Daarna liep hij zelf een stukje verder en hij knielde. En hij begon te bidden, Vader, als u het wilt, houd dan dit zware lijden bij mij weg. Maar doe wat u zelf wilt, niet wat ik wil. Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven. En dan verwacht je verandering, maar dan staat er, Jezus was bang. En hij ging steeds harder bidden. En zijn zweet viel in grote druppels op de grond. Het leken wel druppels bloed. En toen Jezus klaar was met bidden, stond hij op en hij ging naar zijn leerlingen. En die waren van verdriet in slaap gevallen. Jezus zei, waarom slapen jullie? Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Lieve mensen, dit is het meest tragische gebed uit de hele Bijbel. Het onverhoorde gebed van Jezus. Want zelfs in het leven van Jezus greep God niet in. Terwijl hij bidt om het brood van het leven, om in zijn gelijkenis te blijven, gaf God hem een steen, een grafsteen. En hij moest de weg gaan. En weet je waarom ik denk dat God hem niet verhoord heeft? En dat zijn grote woorden, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik denk dat God het hele plaatje zag. God die had wel willen ingrijpen, want hij hield van zijn zoon. Dus als je teleurgesteld bent in je leven over het gebed wat je gebeden hebt en wat niet uitgekomen is. God houdt wel van je, dat is het niet. Maar het zit er meer in dat hij het hele plaatje ziet. God zegt tegen zijn zoon bij de doop, jij bent mijn geliefde zoon. Denk je nou dat God niet had willen ingrijpen? Maar we weten achteraf dat zijn sterven voor alle tekortkomingen van alle mensen was. Dat zijn lijden, zijn opoffering betekenen dat er een nieuw koninkrijk zou aanbreken. Dat er toegang tot de Vader kwam. En dat er vrede over de wereld kwam waar die engelen over zongen bij zijn geboorte. En nee, dat is geen vrede, zodat er helemaal geen oorlogen meer zijn. Maar dat gaat over vrede in jouw hart. Dat er grond onder je voeten komt. En dat er rust in je hart komt. God had wel kunnen ingrijpen. Maar het was beter dat hij dat niet deed. En wat ik een prachtig detail uit dit verhaal vind, is dat het gebed van Jezus omgord is met een oproep tot gebed. Dat zie je in twee versen. Er staat, toen ze op de berg waren, dat staat in vers 40, zei Jezus, bid God om kracht. En dan gaat Jezus zelf bidden. En dan staat er in vers 46, toen de leerlingen van verdriet in slaap waren gevallen, waarom slapen jullie? Bid God om kracht. Dus of je nou op de berg van hoop bent in je leven en het gaat geweldig. Of je bent in het dal van verdriet. Bid God om kracht. Als je dicht bij Jezus wilt zijn, bid God om kracht. En als de situatie in jouw leven te zwaar wordt en je bang bent. En het zelfs niet eens meer helpt dat er een engel uit de hemel komt om jouw kracht te geven. Bid dan God om kracht. Want God heeft uiteindelijk ons geluk
en niet ons ongeluk voor ogen. Alleen is dat geluk niet altijd hier op aarde. Houd vol. Ga door met bidden. Blijf in het koninkrijk van God staan. Blijf vertrouwen op Hem. Want in Gods koninkrijk kan het betekenen dat als jij je verslapen hebt, dat een gevecht met het engel van de dood gewonnen is. Dat als jouw auto niet wou starten, dat een ongeluk voorkomen is. Dat omdat jouw lunch niet klaar was, jij niet ziek bent geworden. Dat omdat een telefoon uitviel, jij niet gekwetst bent met de woorden van een ander. Dat omdat een massageapparaat kapot was, jij niet in het donker zat. Blijf bidden, houd vol. Ga in gebed tot Jezus. Spreek met je Heer. Vertel hem wat er speelt in je hart. En als God je dan belt, wees dan niet in gesprek, maar ga in gesprek. Amen. Mag ik met jullie bidden? Trouwe Vader in de hemel, u bent een grote God. En met bescheidenheid en voorzichtigheid naderen we voor uw troon zoals we dat nu mogen doen. Omdat uw zoon voor u stierf. En wat een wonderlijk verhaal is dat, Heer. En wat raakt dat als we dat lezen, hoe uw zoon nog ervoor pleitte dat hij het niet hoefde te doen. En dat we lezen dat u niet ingreep. Heer, en dat kan in ons leven precies hetzelfde zijn. Dat we vanuit onze eigen situatie en ons eigen gevoel gewoon pleiten, Heer, help ons. Help ons in deze situatie. Grijp toch in, God. Doe iets. En dat we het gevoel hebben dat er niks gebeurt. Dat er voor onze ogen niks veranderd lijkt. En Heer, dat kan resulteren in cynisme. Dat we denken, het helpt toch niet. Ik hou ermee op. Dat we het niet meer wagen om onze handen te vouwen. Dat we niet meer aandurven om ons tot u te wenden. Heer, vanmorgen willen we bidden, Heer. Bidden om de woorden die u, Heer Jezus, sprak. Bid God om kracht. Heer, geef ons kracht. Opdat wij, Heer, in welke situatie we ook zitten, op de berg van hoop of in het dal van verdriet, dat we ons tot u wenden. Dat we blijven bidden. Dat we vol blijven houden. En niet opgeven. Dat we staan op uw belofte. Dat we het vertrouwen in u houden. Dat hoe het ook komt, dat het uiteindelijk goed komt. Omdat het in uw hand is. Help ons dat te geloven. In Jezus' naam. Amen. Duisternis heeft hij voor ons gestreden tegen de dood. Daarna stond hij in alle glorie weer op toen de steen weggerold werd en de grond vulde. Thank you.
Is opgestaan. Zing.